De eigenaar van het monumentaal pand aan de Watermolenstraat 20 is overgegaan tot het afbreken van het gebouw. Hij had echter hiertoe geen schriftelijke toestemming van de bevoegde instantie, namelijk het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dit schoot de commissie Monumentenzorg in Suriname, die toezicht houdt op het cultureel erfgoed, in het verkeerde keelgat. Op dit moment dreigt ook een andere zakelijk gerechtigde van een monumentaal pand om buiten de wet om zijn gebouw te slopen. De commissie Monumentenzorg heeft daarom de politie gevraagd om te beletten dat het slopen van deze panden voortgang vindt. Volgens de Monumentenwet 2002 is het namelijk verboden om zonder vergunning van het MINOC monumentale panden af te breken. De commissie benadrukt ten overvloede dat het slopen van monumentale panden een ernstig strafbaar feit is dat gerekend wordt tot een misdrijf. Indien eigenaren van oude panden twijfelen of hun pand tot een monument wordt gerekend, wordt hun geadviseerd om zich eerst aan te melden bij de commissie Monumentenzorg. Ze kunnen dan nagaan of hun pand geregistreerd staat in het openbaar monumentenregister.